Morgen wel leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ga vandaag een mini vlog voor jullie maken. Ik weet niet of ik de hele dag vlog. Aangezien mijn vriend vanmiddag hier ook is. En het is af en toe nog wel een beetje awkward om bij andere mensen in de buurt te vloggen. Ook al is het je vriend, ook al is het je vader, je moeder, wie dan ook. Maar het is nu al een beetje later. Kwart over 8:30 bijna. En ik ben samen met Jason beneden. Die heeft de fles net gehad. En ik ben vandaag weer een dagje thuis. Met stages zoeken. Ik ben heel druk met stages zoeken. En ik heb het ook op Facebook geplaatst. Zoals velen van jullie misschien wel weten. Maar ik heb nog geen stageplek kunnen vinden. Helaas. Ik heb bijna heel Hoge Zand doorgebeld. Maar nog niks kunnen vinden. En deze druif loopt ook rond. En die zit bij de kastjes waar je niet bij mag zitten. En ja... Dat. Ik ga vandaag dus een beetje bezig met stageplekken zoeken. En niet alleen zoeken, maar ook bellen en doen. Oh. Dus dat ga ik vandaag doen. En ik ga vandaag nog even afwassen. En ik moet zelf misschien nog even wat uit boeken werken. Want mijn boeken van school waren plots ineens verdwenen. En ik wist heel zeker dat ik ze op school had laten liggen. En dat blijkt dus ook wel, want mijn leraar, die hadden het opgeruimd. Zonder dat ik wist waar het was. Dus ik zag het gisteren ineens staan en ik dacht, hey, dat zijn mijn boeken. Dus die heb ik allemaal meegenomen. Dat is eigenlijk de planning. Jason die gaat naar de opvang. Die gaat als het goed is om 9:00 wordt hij opgehaald. En ja, dan is hij dus tot 5:00 is hij daar en dan haalt mijn vader hem weer op. Verder moet ik vandaag ook nog naar de winkel en ik moet vanavond eten koken. En ik wou dus nog een video opnemen. Maar ik denk dat ik het gewoon bij deze vlog hou in plaats van een losse video. Oh, nee. Kom eens even mee. Kom. Luister even naar mama. Kom, ga maar naar de auto's. Daar zijn je auto's. En zoals jullie kunnen zien... Kan meneer lekker lopen. Ga maar naar de auto's. En ik denk als dat ik kan zeggen dat hij eigenlijk vanaf mijn verjaardag is begonnen met lopen. En dat doet hij al super goed. Ja, wat is daar? Ja. Wat is mama aan het doen? Hé, hey, wat is mama aan het doen? Wat ben jij aan het doen? Ja... Dus ja, dat is eigenlijk wat er op de planning staat vandaag. Het is niet veel, maar wel wat. En daar ben je altijd wel even mee bezig. Ik moet me verder ook nog klaarmaken. En ik wou dat aan de ene kant doen voordat hij opgehaald werd door de kinderopvang. Maar ik denk dat ik dat daarna maar even moet gaan doen. Want hij loopt nu rond. Hij is net wakker. En dan wil hij graag wel even spelen en doen. Dus als ik me nu ga klaarmaken, moet hij weer in de box. En dan zit hij weer de hit en niks te doen. Dus dat ga ik doen. Dus ja, ik hoop dat jullie deze vlog een beetje leuk vinden. Ik denk niet dat ik de hele dag ga vloggen. Maar in elk geval tot aan het moment dat mijn vriend hier is. Dus dat zullen jullie dan vanzelf wel zien. En anders vlog ik wel de hele dag. Jullie zien het vanzelf. In elk geval, ik hoop dat jullie het leuk vinden om deze vlog te zien. En veel kijkplezier. Is dat de bal? 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 Goed zo. Gaat de bal heen? Nou, het is een tijdje verder. Het is inmiddels al 12:00 of 12:00 geweest. Ik heb me net klaargemaakt, make-up opgedaan en zo. Mijn zoontje is naar de opvang. Hij zit heel erg naar zijn zin. En mijn vader komt zo thuis. Mijn vriend gaat om 2:00 naar huis van zijn werk. Die is volgens mij normaal om 2:30 vrij, maar hij zei dat hij om 2:00 nu wegging. Dus ja, ik ga nu naar beneden en ik ga even een broodje smeren voor mijn vader natuurlijk. Want die komt altijd thuis tussen de middag. Verder heb ik niet heel veel te doen. Ik heb afgewassen. En ik heb hier en daar nog naar gekeken.
Dus ja. En echt, jongens. Ik vind mijn tanden verschrikkelijk. Ik gebruik nu een tandpasta van de HEMA. Heel top. Kan ook komen op video. Want in het echt lijkt het iets beter. Maar op video lijken mijn tanden zo geel. Echt niet normaal. Terwijl het misschien heus wel meevalt in het echt. Maar het lijkt echt zo geel. Misschien komt het door het licht. Ik weet het niet. Maar in elk geval, ze zijn veel witter geweest bij mij dan dit. En ik gebruik nu een whitening tandpasta van de HEMA. Volgens HEMA, ja. Alleen, ja, ik ben er niet heel... Kijk, zo valt het alweer mee. En als ik dan zo zit, lijken ze gelijk geel. Of zo. Oké, heel apart. Ik weet het niet. Maar ja, ik hoop niet dat jullie je daaraan storen. Ik heb zeker wel mijn tanden gepoetst. Maar ik heb ook koffie gedronken. Drink ik niet vaak. En ik rook natuurlijk, zoals jullie wel weten. Dus misschien dat ik daarom iets langer had moeten poetsen of zo. Maar ja, in de spiegel leek het gewoon prima. Maar goed. Stoor je er niet aan. Dat is dus wat ik vandaag heb gedaan. Ik ga vanmiddag naar de Jumbo. Ga ik boodschappen doen voor avondeten vanavond. Want mijn moeder werkt tot laat. En verder heb ik vandaag niet heel veel meer te doen. Ja, ik moet ook nog mijn was opruimen. Maar dat kan ik morgen ook nog doen. Wat ik vandaag nog moet doen is boodschappen, koken. En ik wil misschien volgende week of zo een Q&A opnemen. Omdat iemand mij gevraagd had of ik dat een keer wou doen. Dus ik ga even wat vragen. Of jullie vragen hebben op Insta. En de ene keer zijn het mensen die echt heel veel vragen hebben. En dat ik er echt een video van kan maken. Maar de andere keer zijn er gewoon komende vragen die ik niet eens wil beantwoorden. Omdat het gewoon een beetje te dicht... Ja, dat staat te dicht bij mij. En dat dan bedoel ik meer van... Dat zijn privé dingen die je dan vraagt. Wat gewoon een beetje te ver gaat. En ja. Dus dat. Ja. En ik ga nu nog even een parfum opdoen. Ik doe nu deze op. Polka van de Primark heb ik die volgens mij een keer gekocht. En dan ga ik echt naar beneden. En dan zien jullie mij later vanmiddag wel. Of vanavond of wanneer dan ook. Dus ja, tot nu toe is deze vlog nog niet heel interessant. Ik heb ook niet heel veel interessants gedaan. Behalve dan de afwas. Wat je dan maar interessant vindt. En ja, dat was het. Dus dat zou ik even zeggen. Klaar om te gaan snitchen? Let's go! Wie is het allerluist en zou een hele dag in bed kunnen liggen? Wie zou als eerste zichzelf helemaal vol tatoeëren? Wie is in de ochtend het meest chagrijnig? Wie zou er eerder te laat zijn dan te lelijk? En wie zou er eerder te lelijk zijn dan te laat? Say I love you. Say you. Me. No, you. Me. No, you. Me. Nou allemaal, ik heb vandaag niet echt meer gevlogd. Ja, alleen een stukje dat ik zei dat ik waarschijnlijk niet ging vloggen waar mijn vriend bij was. Dat is inderdaad niet gebeurd. Omdat we er eigenlijk niet aan gedacht hebben. Hij zei wel toch van... Oh, dan kom ik ook in de vlog. Ja. Maar we hebben er nooit meer aan gedacht. En ik was ook met mijn zoontje bezig. Dus dat werd hem ook niet. Maar ja. Ik heb vandaag eigenlijk niks bijzonders gedaan. Wat ik jullie verteld heb. En eigenlijk helemaal verder niks. Mijn vriend is inmiddels net thuis. Wij moesten net even met elkaar praten. Dat heb je soms. Als je een relatie hebt, moet je even... Over dingen praten. Als het goed is niet over de dingen waar wij over hebben gepraat. Maar soms dan heb je dat even. Maar ja, dit is waarschijnlijk dus een hele saaie korte vlog. Of nou, kort niet per se, maar wel saai. Het enigste leukste stukje hieruit is waarschijnlijk het stukje dat ik Jason nog even laat zien. Voor de mensen die altijd benieuwd zijn hoe het met hem gaat. Ik krijg heel veel vragen erover. Nou, het gaat dus goed met hem. Hij loopt sinds mijn verjaardag, dus sinds 13 maart loopt hij echt. Dat was echt mijn beste cadeautje die ik op mijn verjaardag heb gekregen. Dat hij is begonnen met lopen. Verder... Met mij kan het wat beter. Ik heb een beetje een nasleep van de corona. Ik weet niet of ik dat in mijn vorige video heb verteld. Maar heel erg kriebelhoest, hoesten. Ik licht dat even toe omdat ik net weer begon met hoesten.
Maar daar heb ik nu pilletjes voor, hoestdrankje voor en zo. Verder niet zo heel veel te zeggen. Mijn dag is een beetje kut afgesloten in elk geval, laat ik het zo zeggen. Ik zit niet helemaal lekker in mijn vel. Ik voel me ook niet helemaal top. Ik voel me meer emotioneel van binnen en van buiten. En misschien valt het ook te zien dat ik al gehuild heb net. Maar I don't care. Het leven is soms fucked up. Dat weet waarschijnlijk iedereen. Life is hard. But sometimes it's too hard. And then you're gonna cry. Dat is soms ook wel goed voor je. Maar goed, in elk geval, dit was de vlog voor vandaag. Ik hoop dat jullie het ergens nog een beetje interessant vonden. Deze vlog zet ik straks nog online. En anders doe ik dat morgen, vrijdag dus. En dan neem ik morgen nog een video op. En die komt waarschijnlijk zaterdag, zondag of maandag online. Dus vergeet wat ik heb gezegd in de vorige video. Deze video telt wel. Ik ga nu in elk geval straks nog even met mijn vriend bellen. Bellen. En nog even praten en doen. En dan ga ik ook lekker slapen. En morgen ga ik naar hem toe. En want mijn schoonvader is zaterdag jarig. Dus dat is heel gezellig. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Dan doe een duimpje omhoog. Om mij even goed te laten voelen. Nee, dat moet je niet doen. Gewoon, als je het zelf leuk vindt, duimpje omhoog. Maar ik zou het heel leuk vinden natuurlijk. Verder, laat even een reactie achter. En ik heb nog iets voor jullie. Ik wil volgende week een Q&A opnemen. Hebben jullie nou nog vragen voor een Q&A? Zet ze even in de beschrijving. Of in de beschrijving. In de comments. Als jullie nou denken van, ik heb wel een vraag, maar die wil ik niet zo openbaar hebben, waar iedereen het kan zien. Dan zou ik zeggen, ik zet mijn Insta-naam hieronder. En stuur me even eerst een berichtje. Zo van, hey, ik wil je volgen van YouTube. Wil je me alsjeblieft accepteren? Want ik heb vragen voor je Q&A. Of in elk geval, ken je via YouTube. Dan accepteer ik je wel. Kan je je vraag sturen. Alleen ik weet wie je bent. Of je moet al een gesloten Insta hebben. Mij niet willen accepteren. Of geen foto's van jezelf. Dat ben je sowieso anoniem. Dus ik zou zeggen, doe dat alsjeblieft. Ik zet het ook nog op Insta. En dan zie ik jullie bij de volgende video weer. Doeg. En bedankt voor het kijken.